Hallo Final Creator hier op je beeldscherm. En dit keer met een best wel een onderwerp, een thema, wat heel erg dicht aan mijn hart is. Voor de mensen die mij kennen, ik ga wat persoonlijks vertellen. Maar voor de mensen die voor het eerst mij zien of dit filmpje voor het eerst mij tegenkomen. Hallo, ik ben Final Creator en ik maak content op het internet. Voordat ik begin heb ik een klein verzoekje. Het is voor mij heel belangrijk om uw feedback te horen. Dat de boodschap die ik probeer te vertellen daadwerkelijk overkomt. Dus ja, dat kan je doen door middel van het droppen van een hart of een hartje, een dislike, een like. Je kan dat doen door een comment achter te laten, want dit is een discussie die los moet komen. Ik weet nog niet hoe ik dit filmpje ga benoemen, welke titel het zal hebben. Maar vandaag praat ik met jullie over Bureau Jeugdzorg. Ik heb dit niet gescript. Wanneer ik over dingen praat die dicht bij mijn hart staan, komen vanzelf wel naar boven. Bureau Jeugdzorg. Wat wil ik daarover kwijt? Ik ben namelijk zelf een kind of product van Bureau Jeugdzorg, zoals ik dat al jaren eigenlijk zeg. Sinds het overlijden van mijn moeder van tussen 7, 8 jaar tot mijn 18 en een half, is Bureau Jeugdzorg altijd in mijn leven aanwezig geweest of een sleutel geweest in mijn leven. Mijn oproep vandaag is heel specifiek. Ik wil de gekleurde mens, en maakt niet uit wat voor kleur je hebt, een oproep bij doen om te onderzoeken of jij, je gezin, wellicht iets zou kunnen betekenen voor de duizenden kinderen die hulpbehoevend zijn. Er is een ernstig tekort aan pleeggezinnen. Er is een ernstig tekort aan families die kinderen kunnen opvangen in crisissituaties. Bureau Jeugdzorg heeft behoefte aan heel veel. Maar ben jij in staat om daarbij aan bij te dragen? Een klein beetje over mij. Bureau Jeugdzorg is, zoals ik zeg, van jonge leeftijd eigenlijk altijd wel in mijn leven geweest. En ik sta hier als een succesverhaal. Een succesproduct van de bemoeienis van Bureau Jeugdzorg. En nee, was het altijd perfect? Heb ik dingen meegemaakt die mij hebben beschadigd? Ja, zeker. Absoluut. Maar wanneer ik praat over een succesverhaal, kan ik dat omdat ik in mijn leven heb ervaren hoe belangrijk jeugdzorg is geweest in mijn ontwikkeling. Maar let op. We praten hier over hele moeilijke materie. Het is niet makkelijk om je gezin of je huis open te stellen. Om kinderen die, let op, met een bagage komen, op te vangen. Niet iedereen zal geschikt zijn hiervoor. Maar deze oproep is toch echt om elkaar wakker te schudden dat er wel hulp nodig is. Maar waar zijn die behoevende kinderen nu? Die zitten in crisisopvangen, tehuizen, internaten. Zijn vaak tijdelijk geparkeerd bij familieleden. En is dat op zich erg? Nee. Nee, 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 nee. Maar weet je wat vaak de situatie is? En ik praat hier uit eigen ervaring. Dergelijke kinderen met zoveel schade al in zich verdienen eigenlijk toch wel meer dan het beste. En hoe komen we met elkaar tot dat punt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die kinderen betere zorg, elke keer weer betere zorg krijgen? Dat kunnen we doen door het gesprek met elkaar te voeren. Dat kunnen we doen door elkaar te helpen
hoe belangrijk het is dat we constant blijven evolueren vanuit het kindsperspectief, wat dat kind nodig heeft. En vandaag doe ik oprecht een oproep aan gekleurde mensen. Denk daarover na. Denk daarover na. Denk daarover na. Ik spreek uit eigen ervaring hoe verschrikkelijk het kan zijn dat los van alle problemen die je meemaakt, hè, als kind, los van alle trauma's die een kind meemaakt, welke uitdaging dat kind dag in dag uit heeft, weet je hoe meer daaraan wordt toegevoegd wanneer een kind uit zijn natuurlijke omgeving is, waarin is opgegroeid, om vervolgens te worden geplaatst in een gezin of bij een persoon waarbij ook nog eens de hele omgeving en culturele identiteit wegvalt. Heel veel uitdagingen brengt dat met zich mee. En ja, ik mag heel blij zijn dat ik in aanraking ben geweest met witte gezinnen, omdat dat mij ook een andere kant van het leven heeft laten zien. Ik heb heel veel geleerd en ik mag heel blij zijn dat bepaalde mensen mij hebben kunnen aanraken. Ik denk dat ik cultureel breder ben. Nou, ik weet wel zeker dat ik cultureel breder ben ontwikkeld daardoor. Maar nu benoemen we allemaal de pluspunten. Maar het is fijn als je als zwart kind wellicht wordt gematcht met een zwart gezin. Is het niet? Wanneer culturele verschillen in ieder geval geen rol spelen. Is het niet? Het is moeilijk hoor, als je jong bent om je als kind je eigen stem te laten horen. Want die stem is al vaak eerder in het proces al gedempt of ja, helemaal weggenomen. Ik kan als succesverhaal van Brojeuszorg jullie vertellen hoe belangrijk het is om over dit soort dingen ernstig na te denken. Wat kan je doen? En wanneer ik praat over het zijn van een pleeggezin, luister, laten we heel even die Disney-productie loslaten dat gezin uit een moeder of vader moet bestaan, hoor. Of misschien lopen er al 1 of 2 kind, natuurlijke kinderen rond. Je hebt maar 1 persoon daarvoor nodig. 1 iemand die zegt, ja, weet je, mijn leven is stabiel genoeg en ik begrijp wat mijn missie is. Ik begrijp wat mij aantrekt hier en ik ga het gewoon doen. Nu snap ik dat je het wellicht eng vindt. Doodeng, ja. Maar gelukkig is Brojeuszorg heel goed in het begeleiden van dit soort gezinnen die de stap durven te maken. Je wordt begeleid. De bemoeienis van Brojeuszorg is een goed ding. Je wordt begeleid. Je wordt getoetst. Ja? Ten grondslag moeten we natuurlijk wel vanuit gaan dat we hier te maken hebben met de goedheid van de mens. Hè? Er zijn altijd rotte appels. En die rotte appels, dat is niet direct omdat ze ten doel hebben om een kind in huis te nemen om die te beschadigen. Nee, die rotte appels waar ik over spreek, zijn mensen die niet een eerlijk zelfonderzoek hebben gedaan in hun hart. Die de verkeerde motivatie hebben gebruikt om te zeggen, weet je wat, ik ga een kind opvangen. Of een gezin zelf die een verkeerde motivatie heeft. Ik ben er zelf ernstig slachtoffer van geworden. Als je een dusdanige kinderwens hebt, maar het lukt je niet om kinderen zelf natuurlijk te verwekken. Als je huwelijk eigenlijk al in puin ligt, maar je denkt dat kinderen de oplossing zijn. Als er een dusdanige tunnelvisie is ontstaan, dat je blind bent geworden voor de taak die je eigenlijk zelf hebt geaccepteerd. Ja, als het fundament niet goed is, dan zal er nooit
een stevig huis opgebouwd kunnen worden. En daar komen vaak heel veel horrorverhalen vandaan. Ja, ik heb het met mijn eigen leven, in mijn eigen leven gezien. Maar nu is deze jongen groot en volwassen en kan in tot alle details praten over al die bullshit wat hij heeft meegemaakt. En ik sta hier om jullie te vertellen. Milieuzorg heeft u nodig. Er zal een Varello rondlopen die naar u op zoek is. Dat is de waarheid. Dat zijn de feiten. En wanneer we over milieuzorg horen, snap ik dat er heel veel angst is of heel veel lawaai. Maar weet u, wanneer milieuzorg bemoeit in een gezin, luister goed. En het interesseert me niet of milieuzorg bemoeit bij uw nicht of bij uw tante of bij die op school of whatever. Wanneer bureau jeugdzorg bemoeit in een gezin, is daar heel vaak een goede grondslag voor. Laat dat heel even op u inwerken. En u mag alle horrorverhalen vertellen hieronder, hoor, wat u wel of niet vindt van bureau jeugdzorg. Maar hier staat een kind die vanuit het perspectief dat bureau jeugdzorg bijna zijn hele leven heeft meegemaakt, die werkelijk u vertelt dat bureau jeugdzorg toch echt mijn redding is geweest. Bureau jeugdzorg toch echt het instrument is geweest dat wanneer ik de telefoon moest oppakken om te zeggen haal mij hier weg, bureau jeugdzorg het enige is waar ik op terug kon vallen. En dit zeg ik niet ter discrediet van degene die in mijn leven hebben bemoeid. Ja? Maar ze waren er. Ze waren er om in te schakelen wanneer het nodig was. En momenten wanneer dat gebeurde, dan moet je voorstellen dat je al als kind helemaal aan het einde bent van... Je ziet werkelijk het leven eigenlijk al niet meer zitten. Want hoe is het zo dat je ogenschijnlijk ergens bent geplaatst waar het zo goed met je zou moeten gaan? Maar mensen kijken naar de rand. Ze kijken naar de buitenkant. Maar er is totaal mist plaats of totaal aan voorbij gegaan wat daadwerkelijk de behoeften zijn van het kind. Milieuzorg is een prachtig instrument wat we hier in Nederland hebben. En er is gewoon hulp nodig. Onderzoek in je hart wat je kan doen. En laat al die horrorverhalen je niet afschrikken. Want luister heel even goed naar het volgende. Als je al die verhalen hoort of al die dingen hoort wat wel niet goed gaat, is het niet zo dat het vaak verklaringen zijn of verhalen zijn die uit mond van volwassenen komen? Is het niet zo dat het vaak issues zijn die de verantwoordelijke zorgverleners naar boven brengen? Hoe vaak heb je werkelijk gehoord van het kind in kwestie? Of hoe vaak heb je werkelijk gehoord van de kinderen in kwestie wat hun verhaal is? Hoor je niet wat het probleem is? De stem van het kind is al ondergesneuld. En het gaat nu alleen maar om belangen van volwassenen, maar het kind telt al niet meer. Dus wees niet te snel om te oordelen of een mening te hebben over waarom milieuzorg bemoeit in een gezin. Ik wil dat u aandacht hebt voor het kind zelf. En wanneer we elkaar helpen, wanneer we die waas van onze ogen weghalen, ja, dan ontstaat er wellicht iets moois. Waarbij ik ook zeker terug kan kijken naar mensen die tegen mij hebben aanbemoeid. En ondersteuning hebben gehad van milieuzorg. Die hun best hebben gedaan. Perfectie.
bestaat niet. Ja? Gekleurde mensen, mensen van kleur, onderzoek in jouw hart of je dit zou kunnen dragen. En als je dit kan, waarom ook niet? Misschien kom je een Pharrell tegen. Misschien ben jij de gelukkige die ja, dat kind op het juiste moment kan aanraken, van betekenis van kan zijn op het juiste moment. Maar wat is het alternatief? Er zijn zoveel dingen waar ik nog verder over kan praten. Maar ik ga wel een aantal waarschuwende gedachten aan u meegeven. Ik heb het eerder al gezegd. Kinderen lossen niets op. Ze lossen niets op. Kinderen die behoevend zijn, komen met een gigantische rugzak uw leven binnen. Het is dus van groot belang dat je stabiel bent. Financieel, mentaal, je leefomgeving. Niet alleen stabiel, dat er nog voor je gevoel is, er is nog ruimte voor meer. En op die mensen doe ik nu een beroep. Ik doe absoluut geen beroep aan familieleden van een behoevend kind. Absoluut niet. De familieband moet niet de beslissende factor zijn om in beweging te kunnen of willen komen voor een kind. Laat dat alsjeblieft los. Ik snap dat het vanuit een ideaal perspectief gewenst is dat, weet je, kinderen worden opgevangen binnen hun familie. Maar het probleem hierin is dat daarop wordt gestuurd alleen. Maar wat heeft dat kind werkelijk nodig? Wat moet het kind werkelijk worden geboden? En vaak hebben we over omstandigheden waarbij de hele familie eigenlijk al in trauma zit. De hele familie zit vaak in trauma. Die kan eigenlijk de last niet dragen voor het kind, maar het wordt toch geprobeerd. En wie oogst? Wie zal beschadigd raken? Wie zal getraumatiseerd raken? Uiteindelijk komt deze last op dat kind zelf terecht. Neem niet weg dat je niet van je familie houdt. Nee, nee. Maar dit is gewoon een gepaste plaats die je moet hebben. Nederigheid. Ik heb eerder gesproken over dat zelfonderzoek wat je moet doen. En vaak is het gewoon nee. Dit matcht gewoon niet. En als het niet matcht, is dat oké. Dus wanneer een kind uit de familie wordt geplaatst, hoeft dat niet direct een ramp te zijn, mensen. Maar weer een kind of kinderen binnen een familie wordt gehouden die het niet kan dragen, zal je absoluut zaaien wat je hebt geoogst. Denk vanuit het perspectief van dat kind. Als je nu in een situatie zit, denk vanuit het perspectief van dat kind. Wat heeft dat kind nodig? Een veilige plek. Een warme plek. Omstandigheden. Mensen die kunnen. Dat kind heeft niet nodig dat het maar moet. Let alsjeblieft daarop. Ik praat hier uit eigen ervaring. Uit eigen ervaring praat ik hier met u. En ik mag blij zijn dat ik in mijn leven heb gemerkt dat familie een hele belangrijke sleutel is. En die sleutel mag niet kwijt worden geraakt in dat kinds leven. En het risico is daar dat wel gebeurt wanneer we als volwassenen niet eerlijk naar onszelf zijn en een eerlijk zelfonderzoek kunnen of willen doen.
En we staan hier niet om vinger te wijzen hoor. Nogmaals, vaak worden keuzes en beslissingen gemaakt in tijden van crisis. Hele moeilijke tijden. Maar ik ben hier om jullie aan te herinneren dat het kind hier centraal staat. En goed pedagogisch moet worden nagedacht, onder begeleiding. Wat heeft dat kind werkelijk nodig? Ik hoop dat u de spelregels een klein beetje meer begrijpt. Ik hoop dat ik op een idee heb gebracht. Ik wil graag een discussie met u aangaan. Voel vrij om uw verhaal te vertellen in de comments. Maar mijn oproep vandaag is duidelijk. Kan de gekleurde mens wat meer betekenen voor bureau jeugdzorg? En die duizenden kinderen die wachten op stabiliteit. Dankjewel, ik ben Find the Creator.